Hallo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe VFD-kanaal. Ik ben Melro en vandaag ga ik voor jullie mijn zier doen zoals jullie nu zien. Ik sta in de shotboat spawn en ik heb natuurlijk heel veel zin om het voor jullie te gaan doen. Geen mijn zier 2, want ik snap daar helemaal niks van. Plus ik vind het ook niet zo heel erg leuk. Play mijn zier. We gaan natuurlijk op de server met de meeste mensen, want dat was natuurlijk het leukste. En oké, we gaan gewoon proberen om goed ons best te doen, net zoals altijd. Zo, dat was de boer, net zoals altijd. Ik doe nooit goed mijn best eigenlijk. Maar we spawnen op een hele leuke plek. Niet dus. Dat is eigenlijk weer heel lang geleden dat ik eigenlijk mijn zier heb gedaan. Ik speel eigenlijk nooit mijn zier. En vroeger natuurlijk, ik heb zoveel mijn zier gespeeld. Dat is niet normaal. En nu speel ik gewoon weer mijn zier. Dus na een hele lange tijd. Ik heb er zin in. Oké, jongen, doe nou eens even niet zo. Ik ben benieuwd of wij namelijk... gewoon veel meer. Dat is ook heel fijn dat we dat tegenkomen. En dit is natuurlijk weer zo'n soort van serie, net als Geetje San Andreas DayZ mod. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik weer zo ergens af en toe zit te stotteren. Dat ik af en toe zeg van dat ik af en toe niet meer weet wat ik moet zeggen. Maar alsnog, later natuurlijk. Hè. Ik ga natuurlijk lang doen deze serie, denk ik. Ik hoop het natuurlijk. Voor de mensen die het ook leuk vinden, ga ik het natuurlijk doen. Hiervoor ging ik Skywars uploaden, maar ik ga er niet over hebben. Ik vond het niet zo heel erg leuk meer, dus ik was ermee gestopt even met Skywars. Dus ik ging eventjes weer wat anders spelen. Want ik ging een beetje ragen, want omdat er iets weer was wat niet klopt en alles. Dus we gaan maar gewoon eens eventjes lekker mijn zier spelen. Ik heb er zin in. En we gaan eens even op die leaf staan en dan gaan we verder. En op en... Oh, wauw, dat was heel slecht. Holy shit. En natuurlijk als je dit een leuke video... Natuurlijk als je dit een leuke video vindt... Zo, what the fuck. Even opnieuw, jongens. Natuurlijk, als je dit een leuke video vindt... Ram natuurlijk op het blauw duimpje omhoog. En daar word ik natuurlijk heel erg blij van. En nog steeds kwam het er niet goed uit, hè. En ik dacht dat ik even wat zag daar, hoor. Oh ja, ik heb Optifine, maar ik ga het toch niet gebruiken. Ik weet niet waarom. En hier heb ik ineens wat lag. En nu niet meer. Dat is heel fijn. Oké, ik zie daar wel wat. Daar komt de zombie aan. Beter even bij potions. Kom hier. Hij heeft best wel veel spullen bij zich eigenlijk. Nu ik zo, bekijk. Oh shit. En nee, oh mijn god, nee, dit gaat nu al zo moeilijk worden, hè. Gaat het dan nu al zo moeilijk worden? Ga dood. Ik vind, als ik eerlijk moet zijn, vind ik deze mijn zier leuker dan mijn zier 2. Misschien ook omdat ik natuurlijk mijn zier 2 niet heb gespeeld eigenlijk. Ik heb eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, wel eens keer mijn zier 2 gespeeld, maar ik ben er ook natuurlijk gelijk weer weggegaan. Want ik weet niet, het is niet mijn ding om te doen. En dit vind ik natuurlijk echt super leuk om te doen, mijn Z2. Het eten moet even altijd aan de achterkant. En dan even mijn inventory even in orde maken. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het altijd zo heel irritant als mijn inventory niet zo heel erg goed is. Dus daarom doe ik altijd even alles een beetje in orde maken. En dit doe ik dan gewoon maar hier, hoor. En die mushroom die hou ik daar maar gewoon. En ik heb geen... ik heb geen arrows, dat is jammer. Want ik wou eigenlijk die zombie raak schieten, maar waarschijnlijk was het ook niet zo slim geweest. Want dat was gewoon niet slim geweest. Oh mijn god, ga ik weer rennen? Jongen. Dat is niet zo heel slim om in mijn zier te doen als je rennen. Dan komen natuurlijk al die zombies op je af. Natuurlijk, ik ren natuurlijk gewoon wel vaak. Ik vind het rennen tijdens waar je bij dorpjes bent niet zo heel slim altijd om te doen. Kom hier. Nice. Oh, ik dacht even weer dat er een zombie achter me aan was. Maar dat was niet zo. Ik ga eerst eventjes kijken of ik wat voor medic heb. En ik heb jeuk aan mijn benen, jongens. Dat is niet normaal. Kom er eens eventjes hier, oh. Oké, kom hier. Gaat nu heel erg dood. Houdoe. Adios. Zombie, yo. Oké, dat was heel erg falend. Kijk wat hier allemaal boven is. Ik hoop dat het natuurlijk goede loot is. Nee, even serieus, Melro. Echt? Hoop je dat echt? Ja. Hier is natuurlijk ook niks. Ik wil... Oh mijn god, waarom ligt er niks? Daarom. Oké.
Kijk, weet je wat? We springen hier in het water. Oké, we springen op een leaf natuurlijk, hè? Tjonge, jonge, jonge. Nu moeten we extra goed oppassen, want ik wil natuurlijk niet, eerst, niet gelijk dood zijn. Oké, wat zit erin? Daar zit melk in. Nice. Oké, wat de fuck, die zombie komt ineens om afgerend omdat er lek is. Dat is niet zo heel erg fijn. Dat is niet zo heel erg fijn. Oké, daar staat ook weer een chest. En dan gaan we iets pakken. Slaan erop. We hebben eten. Nice. Hè? Ik ga dat eerst even zo opeten. Krijg weer één hartje erbij. En dan leg het weer daar. Ja, simpel. Oké, dan zien we daar nog een chest. En dan gaan we die ook weer pakken. En oh mijn god, what the fuck? Er zit weer een zombie in. Niet mij doodmaken. Nou, daar gingen weer mijn hartjes. Al mijn hartjes gingen ineens weg bekam, man. Jongen, 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 jongen. Hey. Oh, denk al. Ik heb ineens twee. Dan gaan we weer weg. Die trap chests zijn altijd zo irritant, hè? Oké, weet je wat ik ga doen? Ah, fuck it. Ik ga gewoon wegrennen. Alle zombies komen achter me aan. Weg. 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 Snel. Oh nee, alle zombies komen achter me aan. Oh-oh. Oh-oh. Oké, ik weet niet of ik dit nog ga overleven, jongens. Maar ik hoop het wel. Maar ik zit te twijfelen. Oké, zou het me lukken? Oké, ik wist... Oké. Dat was heel slim van mij. Nou, slim. Dat weet ik niet. En, snel, snel. Kijk, hier in het water kan ik al die zombies gewoon eens eventjes lekker pakken. Want die kunnen ze mij natuurlijk... Oh ja, ik moet echt altijd onder water zitten voor mij, want daar kunnen ze mij niks doen bij kans, volgens mij, als het goed is. En dan zijn die zombies weer... Oh, wacht, komt nog een zombie aan. En komt nog eentje. Oh, wacht, komt er nog eentje. Dat waren de enigste. En dan gaan wij even kijken of we wat hebben gekregen van die zombies. Nee, maar wij moeten snel weg. En alsnog, hè, alsnog begin ik weer te rennen. Dat is zo'n automatisme van mij. Dat is gewoon... Oh my, nee. Nee, ik ben mijn zwaard kwijt. Oké. Nu moeten we even uitkijken. Gaan we nu even snel dat andere zwaardje pakken. Want ik zag natuurlijk dat er net een zwaard uitvloog. En we hebben pijlen. We hebben pijlen, jongens. Super nice. En, oh shit. Doen we dit er. En dan doen we dit. En dan gaan we ergens even naartoe. En dan hopen... Dat wij weer een ander dorpje tegenkomen. Ik ga geen minimap. Weet je wat? Hiervan krijg je ook paardjes. En ik heb genoeg bandages. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Hoppakee. We hebben weer een paar bandages. Dus ja, het was eigenlijk een beetje zonde. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Dus. Oké. En dan nu even. Wacht, we moeten even niet. We moeten niet springen. Zo. We moeten niet springen. Het gaan rennen. Want ja, dat is niet goed. Dan gaat je eten nog heel snel op. En dat is niet zo heel... Nee, weet je wat? We lopen niet. We gaan gewoon rennen, want we hebben gewoon vlees bij ons. En ja, met vlees moet je stil. Weet je wat? Ik ga even wat eten. Want met vlees moet je natuurlijk stilstaan. Dus in de tussentijd, mijn vlees op heb, kan ik sowieso gelijk even mijn inventory even goed maken. Dus hier. Oh, we hebben een... Oh nee. Oké. Moet even dit. Oké, we zijn weer beter. Dan doen we hier even al het vlees. Oké, we zijn gelijk weer een stuk. Oh ja, wacht. Ik had natuurlijk dingen bij me. Weet je nou? Ja, ik weet eigenlijk niet. Oké, we gaan gelijk weer verder. Waar zullen we naartoe gaan? We hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan in deze aflevering. En de volgende aflevering zit natuurlijk wel veel meer zijn. Dat we natuurlijk weer veel meer gaan doen. Maar ja. De eerste aflevering, we spannen op een meest begolen plek dat er is. Dat vind ik niet zo heel fijn eigenlijk. Maar dat is echt een meest begolen plek, ik meen het serieus. En ik ga natuurlijk even proberen om hierna nog even snel een Skyward video te gaan uploaden. Want, ik weet niet, ik vond het niet zo fijn. Ik zet even mijn render distance wat lager. Zoals jullie zien, ik heb natuurlijk even sowieso alles heel erg laag gezet. Weet je wat? Doe dit. Ik heb sowieso de settings heel erg laag gezet. Normaal speel ik Minecraft altijd op 150 fps. Dat is eigenlijk best wel hoog, vind ik zelf. Maar ik heb Optifine geïnstalleerd, waardoor ik het nu op 300 of 200 fps speel. En dat is ziek hoog, jongens. Dat vind ik echt ziek hoog. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee.
Ik ben misschien ook van plan om dadelijk DayZ. Hè? Is het weer zo? Is het weer hetzelfde dorpje? Iedere keer als ik bij een stadje kom, dan lijk ik even en dan is er lijk weer. Oh, nice, wacht. Ja, alsjeblieft, alsjeblieft, val mij niet aan. Kom eens weer. Oké, weet je wat? Kom hier, kom hier. Oké, nice, we hebben. Dat waren heel veel spulletjes. Niet dus, dat was helemaal niks. We spullen spullen hebben, jongens. Jongen, 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 jongen. Dat is nou niet zo heel fijn. Ja, fijn is fijn. Oké. En. Jump. Oké. Ik hoop serieus dat we voor die aflevering al betere spullen gaan vinden. En dat het ook beter gaat. Want sowieso, als ik eens een keer weer mijn Ziga ga spelen, speel ik het natuurlijk niet op deze server. Ga ik natuurlijk even op een andere server spelen. Ja, gewoon. Ja, want het beter is, denk ik, naar mijn mening. Want anders zie je niet dat ik een fucking dikke vooruitgang heb. Terwijl eigenlijk het best wel raar is. Want jullie hebben niks gezien. Misschien dat ik wel eventjes dadelijk nog even snel op deze server ga spelen. Omdat ik even weg wil hiero. Want ik vind het echt een klote spannend altijd. Vond ik vroeger ook altijd hoor. Gewoon letterlijk in een swamp spawnen. Dat is zo irritant. Dat is niet leuk meer. En. Oh nee. Snel drink, 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 drink. Oké, we hebben nogal erg hard alles verpest. Maar ja. Dat is maar niet zoveel uit. Maar jongens, ik ga het hierbij bij laten. We hebben niet zoveel gedaan in deze aflevering. Sorry daarvoor, jongens. Maar voor. Dit vind ik steeds zo mongolisch eruit zien, hè? Ja, eerst was het steeds gewoon zo heel normaal. Gewoon. Je had jouw zwaard gewoon tegen je borst aan zitten. Nee, maar nu is het gewoon zo. Peace, peace. Nou. Zo. Wow, cool, man. Zo kan je ook echt blokken. Maar jongens, vond je dit een leuke video? Vergeet natuurlijk een blauw duimpje omhoog. En ik moet even dit weghalen. Vond je dit een leuke video? Geef natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Wil je op de hoogte bij van alle video's op mijn kanaal natuurlijk gaan abonneren. En dan zeg ik tegen jullie, oude jongens.